morning! Zondag is eigenlijk mijn vrije dag, maar ik dacht ik houd het ritme er even in. Het is nu bijna 6:10 en ik ga gewoon weer naar yoga. Oh lief, ze hebben deze keer de deur voor me opengelaten, ondanks dat het zondag is en mijn vrije dag. Chill, hoef ik niet meer van het balkon af te klimmen. We zijn klaar met de ochtendsessie en we hebben ook al gegeten. Nadie, ik wilde net een Lulu Mall, maar het is nu 11:30 en het duurt echt 1,5 uur om daar te komen. Nou, tegen die tijd is het alweer 1 uur. Als ik een Bollywood film ga kijken, want ik wilde naar de bios, dan zijn we 3 uur verder. En dan is het alweer, moet hij maar net draaien. Dus stel dat je om 2 uur draait, dan is het 5 uur. Dat vind ik gewoon te laat als ik weer 1,5 uur terug moet. Dus ik heb net op YouTube gekeken. But of course, er staan gewoon full Bollywood movies op YouTube. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon ga kijken en nu gewoon rustig aan ga doen. Oepsie, ik was in slaap gevallen. Het is nu 3 uur. Trouwens, iemand vroeg, wat heb je dan aan in India? Nou, het is belangrijk dat je je benen dus bedekt. Dus ik heb een yogabroek aan. En dat je kont bedekt is. Dus een wat langer t-shirt. Eigenlijk liever langer dan dit. Het is een beetje kort. Daaronder heb je gewoon sandalen aan. Daar is niks boeiend aan. Maar enkels vinden ze heel spannend. En je benen vinden ze heel spannend. En eigenlijk moet ik hier nog een sjaal om. Omdat ze boobs ook wel spannend vinden. Maar op zich, het is niet heel erg. Ik heb wel ook wel vrouwen zonder sjaal zien lopen. Dus vandaar dat ik het nu... Maar ik voel me wel ietsje oncomfortabeler dan met een sjaal hoor. En ik krijg ook ietsje meer... meer blikken. Maar het is niet erg. We gaan nu naar Marina Mall. De bus in de Harry Potter films is echt gebaseerd op Indian bussen. Het is echt gewoon te crazy voor woorden. Hoe ze rijden. Ik moet even bijkomen hoor. Op zondag in de bus zitten is niet te filmen in ieder geval. Want het is gewoon veel te druk en die bus is alle kanten op aan het gaan en je moet jezelf vasthouden. Het was echt crazy. Maar wel super fun hoor. Daar niet van. Ja, we zijn er. Marina Mall. Ziet er toch wel even heel anders uit dan de Lulu Mall. Maar wel een stuk lokaler. Dus ik ben heel benieuwd. Oeh, er zit een soort van kleine supermarkt. We gaan op ontdekkingstocht. Het is hier giga warm. Absoluut geen airco, maar wel gewoon grappig om te zien. Moet je kijken. Dit zijn de kinderstickers die ze hier verkopen. Allemaal van de Indiaanse goden. Dat vond ik wel heel tof om te zien. Kruiden, paneer, matar masala. Allemaal soorten masala's. Awesome. Ik zou zeggen dat het melkpoeder is, maar als ik het letterlijk vertaal is het zuivelbleker. Geen idee. Dit schijnt een super traditionele Indische koekjes te zijn. It's very traditional, right? Ja. Dit ga ik zeker proeven. Ik heb net dit gekocht. Het zijn dadels met een amandeltje erin. Zo lekker dit. Check deze food court. Dit is gewoon een disco food court. Echt cult. Uiteraard heb ik eten besteld bij deze food court. Lemon tea, veg pulao en paneer matar of zo. Wat is dat? Wacht even, dit bonnetje. Paneer tikka masala. Lekker eten. Ja, dit is wel mijn soort quote. Wees met iemand samen die hetzelfde gevoel geeft als wanneer je je eten aan ziet komen in een restaurant. Misschien kijk ik helemaal verkeerd hoor, maar het lijkt erop dat dit het gewoon is, Kamal. Dus daar alleen de eerste verdieping, hier wat winkeltjes en aan die kant ook nog wat. Niet heel veel, dus we gaan gewoon weer eventjes een stukje teruglopen. Ik vind lopen door straten ook altijd heel leuk. Heel veel dingen zijn dicht op zondag, omdat heel veel mensen in Kochi christelijk zijn. En dat is zondag is rustdag. Maar de hindoewinkels die zijn wel open. Wow, kijk, dit is een bakkerij. Allemaal Indian snacks. Ik zag net een paar namen en eentje was echt gewoon butterscotch melt en blablabla. Ik dacht, is dit een soort van... De lush van lekkers of zo. Wow, het haar van de Indiaanse vrouw is echt te mooi. Het valt echt mee met het staren, maar wanneer mensen staren vind ik het echt zo hilarisch. Vooral gasten. Dan zie je ze echt zo kijken. Echt serieus, alsof ze een paarse olifant zien of zo. Dus wanneer ik het zie, dan vind ik het eigenlijk alleen maar heel grappig in plaats van irritant of zo. Het is gewoon hilarisch. Maar ja, misschien over een maand dat ik denk, yeah, hou op met kijken of zo. Maar voor nu... ga ik gewoon helemaal stuk. Hotel Pipi. Zo heel grappig. Dit is wel echt heel adorable.
Er staat shop voor 3000 roepies. Dat is iets minder dan 50 euro uit mijn hoofd. En dan krijg je gratis 5 kilo suiker. En het is, ja, het ziet er niet uit als een supermarkt of zo. Het ziet er gewoon uit als een kledingwinkel. Kijk, wat een adorable kindje. Zo cute. Ja, het is wel echt een kledingwinkel. Ik kan hier misschien ook nog wel iets scoren. Hoewel ik in die andere winkel waar ik mijn broekjes had gekocht, veel betere deals kreeg. En dat was een particulier winkeltje, dus dat vind ik eigenlijk altijd wel leuker. Trouwens, hoor deze muziek. Dit is echt Goa party muziek wat je nu hoort. Echt een beetje dat specifieke. Ik film dit alleen even zodat je echt goed de muziek kan horen. Wat betreft kleding trouwens, als ik zeg dat iemand erom vraagt om aangekeken te worden als je hier in een shortje rondloopt, dan bedoel ik daarmee hetzelfde als wanneer je in een galajurk naar de McDonald's zou gaan of in een badpak naar een sterrenrestaurant. Het is gewoon niet gepast. Dus ja, dan moet je er niet van gek opkijken dat mensen naar je zitten te kijken als je zoiets aan hebt. Ik zit voor het eerst in een riksja, omdat ik anders te laat kom voor het eten. Ik heb iets te relaxed gedaan. En deze man die was gewoon echt aardig, die noemde meteen een goede prijs, dus ik hoefde niet eens te onderhandelen eigenlijk. Oké, gelukkig dat was een heel kort ritje, dus ik denk dat ik op tijd kom voor het avondeten. Ik heb echt denk ik 3 of 4 keer meer betaald, want op die meter stond 24 en ik heb hem 40 betaald. Weet je wat het is? Ik vind het niet erg, want het is voor mij letterlijk misschien een euro meer of zo. En je voelt heel snel de energie aan van mensen als je op reis bent. En dit was gewoon echt een hele lieve aardige man en dan denk ik ja, ik gun je die 20 roepie extra, weet je? Doe er wat leuks mee. Oh, dat was echt een beetje zielig. Roberto die had dus gezegd dat hij zou gaan koken. En toen kwam ik daar aan. En toen was hij er gewoon niet. En Saatje, de sosteleer, was echt zo van... Oh, er is geen eten. Oh, dan gaan we koken. Maar hij heeft natuurlijk al de hele dag ook les gegeven en zo. Dus we zijn meteen aan het werk gegaan en ik heb daar niet verder gefilmd. Morgen begint weer de yoga week. Eigenlijk komt er gewoon op neer. Stel gewoon alsjeblieft geen domme vragen meer. Dus ik was eigenlijk wel weer dat ik echt dacht gewoon... Dankjewel voor het kijken. Welterusten. En tot morgen.